Ja, Estefana, het WK in Japan. Dat betekent dat we eigenlijk even eerst een buigingje moeten doen, hè? Ja, heel minimaal, hè? Ja, niet aanraken, dat mag niet, hè? Nee, en ook geen handen schudden? Nee, ook geen handen schudden. Is dat wennen? Nou ja, ik vind het wel lekker als je zo doet. Ja? Hoef je niet zo handen te schudden en te knuffelen, is toch ook lekker? Ja. Als jij aan Japan denkt, wat gaat er dan bij jou als eerste door je hoofd? Sushi. Bij jou ook al? Ja, bij mij. Hoezo? Bij die bij Tess ook al? Oh, echt? Ja, ja, sushi. Ja. En dan met of zonder stokjes? Ja, met. Ja? Ja, met. Ah, of gewoon lekker met je handen, kan mij natuurlijk schelen. Want als jij een spreekbeurt over Japan zou moeten geven, wat vertel je dan aan mensen? Naar wat voor land ga je? Nou, dan vraag je me vragen. Ik dacht dat ik over handen kwam lullen. Nou, dat ze goede sushi hebben. En dat ze mijn stokjes eten, dat je je schoenen uit moet doen. En dat ze vooral eventjes zich moeten verdiepen in het toilet. Want? Nou, dit toilet is net een computersysteem. Ja, en ik heb nu net gekregen dat de flush is zo'n tekentje, ik weet niet precies. Ja, anders dan, zo direct dan druk je op verkeerde, dan zijn je billen aan het wassen. Nou, hebben jullie serieus een hele uitleg gehad voor het toilet? Ja, nou, ik vond het wel handig. Dan moet je nagaan als je op het toilet zit. Je hebt net een grote boodschap gedaan, je kan niet doortrekken. Nee, dat moet je niet willen. Nee, dat moet je niet willen, nee. Zijn jullie ook allemaal al in het ritme van Japan? Nee, dat nog niet. Dat is wel wat anders. Ja, dat is wat anders, maar we zijn ermee bezig. We moesten vanochtend om 5:15 opstaan. Kan ik je vertellen, dat is niet mijn beste kwaliteit. Dus ik ben benieuwd hoe het daar gaat. Geen ochtendmens? Nee, het is goed dat je me nu interviewt en niet daar. Oh, wat? Nou ja, als je dan weinig slaapt. Nee, iedereen is verschillend. Iedereen is verschillend. De een die gaat er beter mee om dan de ander. En ik denk dat je iedereen moet laten. Als iemand een jetlag hebt en het duurt 2 dagen, nou ja, dan is het 2 dagen. We hebben 10 dagen daar en dan moeten we er staan. En dan zometeen in het vliegtuig, een behoorlijk lange reis. Maar hoe ga jij die doorkomen? Een slaappil. Ja, ik neem een slaappil in en ik hoop dat ik lekker een tijdje slaap. Zodat daarna de laatste uurtjes misschien een filmpje of zo. Weet je al welke? Of misschien een afspeellijstje? Nee, ik heb wel wat series gedownload. En misschien hebben ze wel een leuke film in het vliegtuig. Misschien de Lion King of zo, lekker wegkijken, ja. Hey, hoe is het dan als jij daar in Japan zit? Dat is natuurlijk ver weg van huis. Ja. Hoe is dat dan met de kleine en met Rafael? Ja, maar die komen. Dus ik heb 10 dagen zonder en dan 12 dagen met. En ik kijk er nu al naar uit. Ja, dat kan ik me voorstellen, want het is toch wel even misschien wat langs de periode dat je ze niet gezien hebt. Ja, dat klopt. Het is ook even heftig als je weggaat thuis. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mama te worden en handwassen te blijven. Ja, dit is even jammer, maar goed, FaceTime en af en toe maar jankend in het bed dan. Maar ze komen en dan wordt alles weer goed.